hoop ik dat we nu weer beeld hebben. Ja, volgens mij zijn we er weer. We zijn er weer. Raar. Oké. Okay. Nou goed. Even een nieuwe van start. Die dingen, even eventjes, eventjes een nieuwe start. Doe maar even helemaal vanaf kaal. We gaan zo meteen starten. We zijn bezig met de opwarmronde voor race 2. Wilco Smit aan de leiding voor Sven Mundekom, Mark de Vries, Twan Capelle, Bram Kuipers, Rick Terpstra, Giel de Haan, Bram Beelen, Wester Wobbes en als tiende de winnaar van race 1. De onbetwiste winnaar van race 1, Jan-Wim Ensing. Ja, het is een 20 minuten race. Een sprintrace met de top 10 die dus omgekeerd is op de start op stelling. Terwijl we iemand door het grind zien banjeren in de opwarmronde. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Kan waarschijnlijk wel zijn positie weer terugpakken. Omdat hij niet door het hele veld is ingehaald. En is het Wilco Smit. Wilco Smit is aan die deze race eindigt als tiende. En mag dus nu de race gaan aanvangen vanaf de eerste plek. Race 1 die kenmerkend was dat Jan-Wim Ensing herenmeester was. Ruim 20 seconden voorsprong ten opzichte van Wester Wobbes, die in de beginfase wel dichtbij kon blijven. Maar bleek relatief snel dat dat alleen maar kwam omdat hij een pitstop moest maken, terwijl Jan-Wim Ensing dat niet hoefde te doen. En Bram Beelen, hij is misschien wel degene waar we het meest op moeten gaan letten. Had de pech dat hij van de baan afschoot bij het uitkomen van de Geert Timmerbocht. Ja, dat was volgens mij na de eerste ronde al. En moest vanaf P12 terugkomen. Uiteindelijk teruggekomen naar een derde positie. En zal dus deze race vanaf P8 mogen gaan aanvangen. Wilco Smit neemt zijn tijd voor de opwarmronde. Koester het moment, jongen. En de opwarmronde leiden is echt een van de leukste dingen die er is. Nou ja, het leiden van de laatste ronde is ook altijd wel geinig. Maar opwarmronde en rustig naar de grid rijden. Je plaats innemen. Zorgen dat je goed in het vakje staat. Voor je aangegeven als dat het geval niet is. Hij draait nu het rechte stuk op en is op zoek naar de plaats voor pole position. En daar staat hij nu. Wilco Smit staat ingelokt. En achter hem Sven Mundekom en Mark de Vries. Ook Mark de Vries loopt een beetje te klooien. Dat is wat ik bedoelde met zorgen dat je goed staat. Ja, dat is nog lastig op zich. Ik kan me nog Giancarlo Fisichella herinneren die ooit in Maleisië aan het file parkeren was. Het zag er niet uit en dat betekent ook gelijk einde race. Tot twee keer toe zelfs. Ja, inderdaad, ja. Nou moet ik je heel even vragen, wat is de knop waarmee mijn muis weer tot rust komt? Dat hangt er vanaf hoe je dat hebt ingesteld, maar ik neem in ieder geval de start even mee. Dus Wilco Smit die goed weg is, hoor. Wilco Smit die vanaf P1 erg goed van start is gegaan. Maar het is Sven Mundekom aan de binnenkant en het is daar ook nog drukte van je welste. Het lijkt allemaal wel goed te gaan. Het lijkt helemaal niet goed te gaan, want ik zie daarachter veel auto's. Ik zie twee auto's in het grind staan. En het zijn Robin de Jong en Ger Peters die kortstondig een tripje in het grind moeten maken. En dat betekent dat Robin de Jong helemaal een weg terug moet gaan banen. Het is daarachter dat het ook fout gaat met Rick Terpstra die even in het grind kwam. Moet even kijken of de computer dat allemaal kan bijhouden. Rick Terpstra terug naar P nummer 10. Wie hebben we aan de leiding? Het is Bram Kuipers. Zat daar in het midden. Tussen Sven Mundekom en Wilco Smit. En hij is degene die echt een briljante start gemaakt heeft. En nu gewoon aan de leiding rijdt. Wilco Smit vinden we dan op plek nummer 2. Mark de Vries op 3. En Wester Wobbes op 4. Jan-Wim Ensing al naar plek nummer 5. En is daarmee al Bram Beelen voorbij. En dat had hij liever niet gewild. Bram Beelen op de 7e plek nu. Voor Giel de Haan op 8. Rick Terpstra op 9. Ja. En Twan Capelle. Ja, en dan gaat Jan-Wim en Wester hebben elkaar weer gevonden, hoor. Zij aan zij. En ze schuwen het contact ook niet. Wester Wobbes heeft wat recht te zetten. Jan-Wim laat hem staan buitenom. En doet hij dat hier ook, dan hebben we... Jazeker doet hij dat daar ook. Ja, en waar gaat de volgende bocht naartoe? Volgens mij gaat hij linksaf. Linksaf. En is de positie voor Jan-Wim Ensing. Goeiendag zeg, wat komt hij altijd er snel uit de startblokken. Ik zal niet zeggen dat hij oppermachtig is, maar hij is oppermachtig vandaag. Ongelooflijk. Ja, het is vaak een agressieve start die ervoor kan zorgen dat je veel posities goed kan maken. Maar het is Wester Wobbes die aan de binnenkant zit, wordt daar weer bijna tegen de pitmuur aangedrukt. En het is Wilco Smit in de andere rode bolide. Veel rode auto's die ervoor zorgen dat het soms wat onoverzichtelijk is. Dus het was het Wilco Smit die wat wijd ging. We kunnen beter de velgkleur in de gaten houden. Want Wilco Smit heeft gouden velgen. Wester Wobbes heeft zwarte. En Bram Beelen, ja, die heeft dan ook zwarte. Dat is dan eenmaal zo. Dit groepje wordt dit groepje wordt geleid door deze man, Mark de Vries, op plek nummer 2. En die moet toch lossen ten opzichte van Bram Kuipers.
En Jan Wim Enzing terug naar P3 alweer. 1 ronde afgelegd. En nu al op het podium, op een podiumplek. Is het Jan Wim Enzing die nu al die positie wil overnemen ten opzichte van Mark de Vries en Sylvester Wobbes, die daar aan de buitenkant zit. Jeetje, dat gaat nog maar net goed. Maar Jan Wim Enzing zit aan de binnenkant. Ja, ja hoor, P2 voor Jan Wim Enzing. Ja, en dat is een fabelachtig treintje daar, wat eerst nog even achter Mark de Vries heet. Maar Mark de Vries gaat hij proberen terug te pakken. Ja, hij kan proberen wat hij wil. Maar zo makkelijk is Jan Wim niet te vangen. Vraag dat maar aan Wester Wobbes, die ondertussen ook Mark de Vries passeert. En dus precies doet wat zijn voorganger doet. En dan zit hij weer achter die kont van Jan Wim Enzing. Die in de eerste race ook al 100.000 keer voorbij heeft zien komen. Ondertussen, Bram Kuipers heeft een gat geslagen. Bijna 4 seconden inmiddels op Jan Wim Enzing. Maar het is nu aan Enzing om dat gat dicht te rijden. Tenzij Wester Wobbes nu snode plannen heeft. Heeft hij die? Heeft hij zeker? Kan hij er wat mee? Nee, Geert Timmer, buitenom is niet te doen. En Jan Wim Enzing vangt hem goed op en trekt een heel klein gaatje naar Wester Wobbes, die op zijn beurt weer onder druk komt te staan van Mark de Vries. Gaat Mark de Vries het proberen? Jazeker, maar blokkerend wieltje haalt hij, alles goed. 4 seconden het verschil nu tussen de nummers 1 en 2, Bram Kuipers en Jan Wim Enzing. En nu heeft Enzing voor het eerst een volledig vrije ronde. Tenminste, als hij het allemaal bij elkaar houdt. En dan is het de vraag of hij dan dat verschil snel terug kan brengen. Of dat Bram iets extra's heeft en waar hij wat langer zijn tijd vooraan kan rekken. Nou, als dat zo is, nu in ieder geval niet. Nu in ieder geval niet, want Wester Wobbes maakt daar een fout. En is het Mark de Vries die daar voorbij gegaan is. Wester Wobbes die wat wijd ging bij Strubbe. En moet die positie dus weer teruggeven. En is het Bram Beelen die daar vlak achter zit. En dat is jammer, want Wester Wobbes die had ik graag dichter in de buurt van Jan Wim willen zien. Kijken hoe die dat volhoudt. Jeetje, doe het even buitenom. Tuurlijk, dat kan prima, kennelijk. Volgens Wester Wobbes pakt P3 terug ten opzichte van Mark de Vries. Die misschien wat makjes was. Die niet durfde te feit uit te komen, zodat hij Wester Wobbes wellicht raakte. Niet echt gebruikelijk om daar buitenom in te halen. René. Ja. Achteraan heeft Robin de Jong een klote dag en Nico Kuitums nog meer. Zijn race, ik zal niet zeggen dat hij voorbij is, maar nee, dat wordt niks. Ze zijn er weer met z'n tweeën afgegoten. En Robin de Jong die snel is, maar op het moment niet echt het geluk aan zijn zijde heeft. En al veel vaker het grind heeft opgezocht dan hem lief is. Ondertussen even vooraan kijken. Een kleine tiende heeft Jan Wim inmiddels goed gemaakt op Bram Kuipers. Maar daar blijft het voorlopig ook even bij. 3,9 blijft 3,9. Dus misschien dat we Bram wel een klein verrassingje zien uithalen nu. Maar we zijn er nog lang niet. Nog een kwartier racen te gaan. En Wester Wobbes die dus zojuist op fraaie wijze de derde positie weer terugpakte. Maar het feit dat hij hem terug moest pakken zegt ook alweer genoeg. Hij is heel snel, maar nog niet helemaal stabiel. Een beetje shaky af en toe. En zeker in gevecht kan het af en toe wel eens. Niet dat die andere mensen in de wielen rijdt, absoluut niet. Maar soms even een metertje te laat remmen of even een ietsje te wijd gaan. Dat kan hem wel het een en het ander kosten. Het is gewoon ervaring, moet je gewoon vaak doen. En dan gaat het op een gegeven moment vanzelf wel goed. De snelheid is in ieder geval uitstekend. Hij is elke keer doet hij mee voor de overwinning. Dus daar kan het niet aan liggen. Maar iemand als Jan Wim Enzing moet je toch wel. Daar moet je toch wel heel slim voor zijn om hem in de val te lokken. En dat zie ik voorlopig nog niet gebeuren. Nee, en het is Jan Wim Enzing die ook de snelste rondetijd heeft neergezet. 35-1 is daarmee een tiende sneller dan Bram Kuipers. Dat is op zich niet zo heel rap, maar het is Wester Wobbes die erg goed kan bijblijven. En ik vraag me af of hij wellicht op dit moment zelfs de snelste man op de baan is. Giel de Haan en Sven Munnekom zag ik een paar rondes geleden al dat ze flink met elkaar in gevecht waren. Evenals Robin de Jong, die kortstondig op plek 11 rondreed nadat hij vanaf achteraan moest starten. Hij rijdt weer op vanaf P16 en mag dan weer een weg naar voren zien. Weer een weg naar voren te maken. Ik zit even te kijken, want het is Wester Wobbes die snel is hoor. Het zal me niks verbazen dat hij de snelste rondetijd heeft neergezet. En dat is inderdaad zo. 34-5 zit hij gewoon neer. En dat is maar een tiende langzamer dan zijn snelste vrije trainingtijd. En dat is. Het is duidelijk. We gaan gewoon vol. Het gas gaat vol open. We gaan er gewoon vol voor, want het is 13 minuten te gaan. En het is met recht een sprintrace. Ja, het is mooi hoor, zo'n sprintrace. Altijd leuk. Wat ik zei in het begin van het uitzingen al, je neemt toch altijd wat meer risico. En Wobbes is gewoon te gaan naar Jan Wim volledig aan het dichten. Dat is nu niet zoveel meer. Nou, dan moet hij toch een keer gaan doen. Er moet toch een keer een geslaagde inhaalactie komen op die vermaledeide Enzing hier dit weekend. Want het is voorlopig, rijdt hij er wel dicht achter, maar komt hij er niet voorbij. Als hij dit tempo vol blijft houden, is dat echter een kwestie van tijd.
Of gaat daar wel wijd. Maar ja, gewoon poot op het gas houden. En dan gebeurt er niet zoveel. Hij kan dit. En we hebben er al meerdere mensen af zien schieten daar. Maar hij heeft gewoon op de een of andere manier toch de controle over het ding. Waardoor hij van die wijde bochten kan nemen zonder dat hij dan gelijk in de problemen komt. Het gat naar Jan Wim is, zoals ik zei, pretty much gedicht. Give or take halve seconde ongeveer. En terwijl Jan Wim op dik 3 seconden nog steeds van Bram Kuipers rijdt. Bram Kuipers die zich keurig handhaaft aan de kop. En zit ik me een beetje af te vragen, is er iets aan de hand met de setup van Jan Wim? Want in race 1 had hij met huid en haar opgevreten. Ja, Bram Kuipers die vindt dit prima natuurlijk. Dat Jan Wim en Zingen Westerbobbers met elkaar in gevecht zullen gaan zijn. Want daar kan Bram Kuipers alleen maar van profiteren. Het gat is ruim 3 seconden en dat blijft het de laatste ronde ook. Kijk ik ook even het gevecht daarachter. Het gevecht om positie nummer 4 tussen Mark de Vries en Bram Beelen. Bram Beelen had ik toch heel graag nu al ook al richting de kopgroep willen zien gaan. Maar heeft eerst af te rekenen met deze Mark de Vries. Mark de Vries in de witte Formule 3 hier dus voor de rode van Bram Beelen. Rijden ongeveer dezelfde rondetijden. En dat is te langzaam in dit geval om bij te kunnen blijven met het gevecht wat zich daarvoor plaatsvindt tussen Enzing en Wobbes. Oh, daar gaat het fout. Het is daar een tikje uitgedeeld wordt. Ah, sorry Ivo. Mark de Vries kreeg daar een klein tikje van Bram Beelen. Of hij brak uit. Het is in ieder geval een combinatie van die twee. En moest daar aan de linkerkant van de vangrail voorbij. En zorgt dat hij daar veel plekken mee verliest. Het is René van Noord die uitvaller is. En was dat volgens mij, was hij dat ook in race 1? Vraagteken, weet ik even niet. Maar in ieder geval in deze race 2 is hij wel uitvaller. Mark de Vries terug naar de 10e positie. En ook voor hem is het zaak om weer weer een plek naar voren te vechten. Ja, ik wou eigenlijk zeggen dat het met Wilco de Vries ook niet zo lekker loopt. Hij ligt op dit moment op de 8e plaats en had een kort momentje in de eerste bocht. Ging even af, rijdt inmiddels weer, maar ja... Lag even tweede, maar hij is aardig wat teruggevallen. Terwijl Mark de Vries nu, koste wat het kost, die positie weer probeert te heroveren. En laten we even gaan kijken naar het gevecht om plaats 2. Kijk inderdaad. Want dat is niet kinderachtig. Nee, zeker niet. Want ze rijden weer mee naast elkaar dan achter elkaar. En dit doet Westerbobbers wel wat beter. Zorg ervoor dat je een betere exit pakt en zit nu in de slipstream. Je moet nu naar rechts. Kom op, naar rechts zitten. Juist, en nu uitremmen. Nu moet je ertussen proberen te prakken. Maar Jan Wim Enzing die stuurt dan gewoon brusk in. En dat zorgt ervoor dat ze bijna met elkaar in aanraking kwamen. We hebben nog 10 minuten te gaan. We zitten halverwege in deze sprintrace. Maar het is zeker dus ook niet zo dat deze sprintrace afgelopen is. Het gat is nog ten opzichte van Bram Beelen een kleine 3 seconden. En komen ze dus toch dichterbij met z'n tweeën. Bram Kuipers die graag zou willen zien dat Enzing en Wobbes nog meer met elkaar bezig zijn. Waardoor hij kan uitlopen. Het gaat in ieder geval deze 3 mannen worden als er geen fouten gemaakt worden die op het podium zullen gaan eindigen. Want Bram Beelen op dit moment op P4. Die gaat het niet. Die loopt 8 seconden achter. En ik ga ervan uit dat hij dat met al 10 minuten te gaan niet kan volhouden. Jan Wim Enzing die mijn beeld eventjes te ver de binnenkant koos. En daar een slechte exit heeft ten opzichte van Westerwobbes. Maar Enzing en Wobbes, ja, we hebben ze deze race al veelvuldig samen in één zin genoemd. En ik lijkt in een beeld gevangen ook, net zoals nu. Ja, het lijkt erop dat we dat deze race ook zullen gaan zien. Ja, het is een mooi gevecht tussen die twee. En ik moet zeggen, zo ver als wat, er gebeurt eigenlijk helemaal niks wat niet door de beugel kan. Het is allemaal keurig, ze geven elkaar de ruimte. Gunnen elkaar het licht in de ogen en ondertussen bestrijden ze elkaar zo hard als ze kunnen. Ja, dit is wel een vrij veel voorkomend beeld hoor. Dat Westerwobbers gewoon een betere exit heeft in de aanloop naar de Geert Timmer. Maar dat Jan Wim gewoon keurig het gat dicht houdt en eigenlijk zegt... Ja jongen, je mag het 1000 keer proberen hier, maar het gaat je gewoon niet lukken. En in Geert Timmer vangt hij hem dan goed op en dan vervolgens is het gebeurd. En Westerwobbers weer een hele ronde wachten eigenlijk. Daar komt het min of meer op neer. Hij kan de druk er vol op zetten. Maar net, oh, en ik zeg het nu. En Enzing maakt een klein foutje, maar Wobbes kan daar niet van profiteren. Enzing die het gat net op tijd weer dichtgooide. En wat ik wou zeggen is dat Enzing die vangt hem eigenlijk elke keer goed op. Weet precies waar hij rijdt, weet precies waar achter hem gereden wordt. En weet dus ook precies waar hij zijn auto moet positioneren. En Wobbes die dat inmiddels ook wel door heeft, kent de vaste plaatsen, weet waar hij sneller is. Weet ook waar hij het absoluut niet gaat lukken. Gaat hier even wat lastig door de chicane. Loopt gelijk wat achterstand op ten opzichte van Enzing, maar ik denk dat hij dat wel weer terugpakt. Tussen Bram Kuipers, braaf aan de leiding, 2,8 seconden. Laat ze maar mooi vechten achter je. Je hebt nog 8 minuten te gaan en dan is deze race van jou.
Ja, daarachter was ook een vrij gevecht gaande tussen Robin de Jong, Mark de Vries en Wilco Smit. Zaten erg dicht bij elkaar, maar nu is het gat wat groter tussen die drie heren. Wilco Smit natuurlijk de man die deze race vanaf pole position mocht gaan vertrekken. Ja, en dan zit je halverwege de race en dan rij je toch op positie nummer 7 rond. En daarachter Mark de Vries, die natuurlijk geïrriteerd is vanwege zijn fout toen hij met Bram Beelen in gevecht was. En daarachter Robin de Jong, die helemaal geïrriteerd moet zijn door eigenlijk deze hele avond wat er met hem gebeurd is. Oppassen dus voor Wilco Smit, want Mark de Vries en Robin de Jong die zijn wel degelijk sneller dan deze Smit die nu in beeld is. En dan kunnen we daar dus ook wat mooie gevechten verwachten. En dat gaat allemaal om positie nummer 7. En het is het ook Mark de Vries die meer achterom moet kijken, want Robin de Jong is erg snel onderweg. Was het gat nog een seconde in de afgelopen ronde? Nou, dat is het nu helemaal niet meer. Robin de Jong die wel naar wat wijd gaat, moet daar eventjes over het kunstgras heen. In de Geert Timmerbocht, maar heeft een slechte exit daardoor. Gat is 14e, zoals je onder in beeld kunt zien. En is het daar het ook nog zeker niet gebeurd. En aan de kop is het al helemaal nog zeker niet afgelopen. Nee, zeker niet. Het verschil is inmiddels 2 seconden. Dat was 3, dat is nu 2. Jan Wim heeft het gas opengedraaid en met nog 7 minuten te gaan mag Bram Kuipers nu een beetje billen gaan knijpen. Terwijl Westerwolp is opnieuw zo'n beetje 2 keer zoveel ruimte nodig heeft om over de baan te boenderen. Maar het lukt allemaal. Het gaat allemaal goed. Niet zoveel aan de hand verder. En ik denk dat Ensing nu echt de jacht op Bram Kuipers heeft ingezet. En dat hij nu denkt van nou, die wobbers, dat is allemaal prachtig. Oef. Hij neemt daar veel risico hoor, Jan Wim Ensing. Helemaal wijd. Maar hij kan dat wel. En dat gaat allemaal wel goed. Wat ik wou zeggen. Jan Wim Ensing heeft nu de jacht op Kuipers ingezet. En houdt zich misschien wat minder bezig met wobbers. Laat maar even lopen. Laat maar even gillen. Dat menneke achter mij. Voorbij komt hij de verloop toch niet. En er is altijd nog de overwinning waarom gestreden moet worden. En daar heeft dan Ensing nog steeds alle kansen op. Hij heeft constant die nare horzel in zijn nek van, in de vorm van Westerwobbers. Maar dat is hij volgens mij inmiddels wel redelijk gewend. En hij ook vooruit gaan kijken. Dan komen ze op start-finish. Eens even kijken. Toch weer 1/10 gewonnen in de laatste sector voor Bram Kuipers. Die zich heel kranig verweert tegen dit geweld achter hem. En maar als je dan ziet dat Ensing in 1 ronde er opeens 18e vanaf kan rijden, dan kan hij dat in 2 of 3 ronden, kan hij die hele voorsprong hebben. En Wobbers die het even probeert. Maar ook opnieuw op dezelfde plek ook. Dit probeerde hij 2 ronden geleden ook al en daar ging het ook niet. Het deurstand staat wel een klein beetje open, maar lang niet genoeg om er doorheen te wurmen. En valt Brammetje Kuipers nou opeens weg? Ja, hij is weg. Dat is zonde. Dat is... Ik zag inderdaad opeens wat verdwijnen. Hij is weg. Hij is weg. Nee. Dan, ja. Ach, zonde. Ja, dat is het online equivalent van een geplofte motor. Ja. Connection lost. Dat is van die sneuwe dingen. Dat gebeurt af en toe. Ja, dan is het opeens zonde. Een gevecht en om de leiding. Is een gevecht om de leiding geworden. Jazeker. En ze zeiden, gaan zij aan zij nu. En is dit de eerste actie? Daar, dat gaat fout. Nee, en Wobbers gaat hem niet verliezen. Goedemorgen. Knap hoor. Knap hoor, koppen wel bij, maar niet te gek willen nou Wester, want dit is nu een gevecht onder leiding. En als je het een beetje verprutst, dan gaat Jan Wim hem gewoon weer winnen. Als je hem nou probeert hem in een foutje te lokken, ja, we hebben ook gezien hoe moeilijk dat is. Dat is hem eigenlijk helemaal nog niet gelukt, deze race hier in Assen. En vergeet niet, Jan Wim Ensing, thuisrijder, is een Drentenaar. En rijdt hier op Assen toch wel echt even de sterren van de hemel. En heeft nu een gat ten opzichte van Wobbers van een seconde. En volgens mij... Sorry, mag ik even onderbreken? Mark de Vries, die op hoge snelheid er vanaf geschoten is bij Stekkerwal, is dat volgens mij, was in gevecht daar met Robin de Jong en Wilco Smit. Wilco Smit die nu met het wegvallen van Bram Kuipers op P6 rijdt en heeft daar vlak achter Robin de Jong. En is daar dus ook een gevecht gaande aan de binnenkant. En daar bij het aanremmen van de Geert Timmerbocht heeft hij die positie overgenomen. En dus is het aan de kop van het veld met Westere Wobbers en Jan Wim Ensing die even uit elkaar zijn gereden. En Bram Beelen die zojuist de snelste rondetijd heeft neergezet van 34-3. En dat is echt, echt enorm hard. Wordt erg hard gereden. Waarom deed hij dat niet aan het begin van de race? Hij is nu lekker op stoom. Ziet ook de 2 mannen voor hem rijden. Maar ja, dat gaat hij nooit meer halen. Het is nog net wat te wisselvallig. De snelheid is er absoluut. Maar als hij dat nou de hele race doet, dan rijdt hij gewoon vooraan. En dan heeft hij geen enkele reden om voor zich te kijken. Dan hoeft hij alleen maar achter zich te kijken. Maar op dit moment ziet hij in de verte het leidende duo Westerwobbers, Jan Wim Ensing. Of eigenlijk andersom, Jan Wim Ensing, Westerwobbers 1 en 2. En Wobbers die dat gat naar Jan Wim inmiddels al pretty much heeft gedicht. Maar dat is eigenlijk ook wel iets wat we wel vaker zien. Wobbers is gewoon sneller. Alleen Jan Wim is gewoon beter. En die rijdt zo rond dat Wester eigenlijk helemaal niks aan kan beginnen.
Ja, dat is duidelijk. Het is, je ziet ook onderin beeld, het gat is nog maar een halve seconde. Dat was ruim 1 seconde. En dat met nog 2,5 minuten gaan. Dat betekent dat we nog zeker 2 rondes gaan rijden. We gaan gewoon 2 rondes rijden. En dan, ja, 2,5 minuut, 2 rondes. Je hebt nog 2 rondes om het te proberen, Wester. Je weet dat je sneller bent, je weet dat het kan. Maar je weet ook dat Jan Wensing erg hard de deur dicht kan gooien. Zet de snelste ronde tijd weer 34-2. Dat is gewoon sneller dan dat we in de kwalificatie gereden hebben, volgens mij. Terwijl we Bram Kuipers in de house hebben. We hebben hem hier binnen. Bram, wat gebeurde er? Nou, ik reed dus eerst. Ja, dat zagen we. Ja, dat was het enige. Op een gegeven moment gaf hij in de kraan dat ik vierde stond. En in één keer vielen alle auto's weg. En ja, in één keer connection los in beeld. Dus het is weer huilen met pet op. Ja, eeuwig zonde, want je reed echt strakke rondetijden. Je was net zo snel als Ensing en Wobbes. Die waren wel met elkaar in gevecht. Maar zorgden er wel voor dat ze elkaar slipstream konden pakken. En ja, het gat was 3 seconden. En dat is toch weer de slotfase van de race die voor drama zorgt. En ja, spijtig. Ja, jammer om te horen. Ja, echt verschrikkelijk, man. Nou ja, ze zijn elkaar opnieuw in de haren aan het vliegen. Jan Wensing, Wester Wobbes, het verschil is eigenlijk niet heel. Nog 1 rondje te gaan als hij zometeen over start-finish komen. En dan gaan we kijken wie hier ook de sprintrace gaat winnen. Is het opnieuw Jan Wim of gaat Wester Wobbes dan eindelijk die enige geslaagde inhaalacties van het hele weekend maken? Het zou een mooi moment zijn, de laatste ronde op het circuit van Assen. In de achtertuin van Jan Wim. En dan de beslissende inhaalactie maken voor de overwinning. Maar Wobbes lijkt het een beetje op te geven. Het gat is opeens weer een stuk groter. Ja. 16e nou zo'n beetje. Ja, dat wordt nou wel heel lastig, vind ik. Ik zag het gebeuren. Het was een iets te fanatieke of tenminste, hij verremde zich bijna. Kwam heel erg hard de bocht inrijden. En zorgde ervoor dat hij zelfs even Jan Wim Ensing aanraakte. Zorgde voor een onbalans in de Formule 3. Waardoor hij wat moest gaan lossen op het moment dat je eigenlijk op het gas wil gaan staan. En dat zorgde ervoor dat het gat er nu is. Maar misschien is dit ook wel hetgeen wat Jan Wester Wobbes zou willen. Hij kan nu in één keer het gat heel hard dicht gaan rijden. En dan moet het echt met een do-or-die actie gaan gebeuren. En dat is wellicht beter dan dat je al rondes vlak achter iemand aan zit. Want ja, dan weet je al waar je kunt gaan verdedigen. Laatste ronde is op dit moment ingegaan, want we hebben nog 10 seconden op de klok. En is het Jan Wim Ensing die een kleine, krappe seconde heeft ten opzichte van Wester Wobbes. En Bram Beelen, ja, die gaat er gewoon 2 keer op P3 eindigen. Toch jammer. We hadden misschien wel wat meer van hem verwacht. Zeker nadat hij vanaf pol mocht vertrekken in de hoofdrace. Maar het gaat om dit gevecht door Jan Wim Ensing. En Wester Wobbes. Het gat is nog steeds, nou, wat is het, 16e van een seconde wordt nu aangegeven. En ja, het is echt niet veel meer, hoor. Nee. En Jan Wim die probeert het allemaal een beetje bij elkaar te houden. Terwijl Wester echt hart en ziel in dat ding legt. Dat is ook echt te zien. De volledige breedte plus wat meer van de hele baan wordt gebruikt. Wester heeft dat gat eigenlijk weer bijna helemaal dichtgereden. Maar hij is gewoon te laat. Als Jan Wim geen domme dingen doet, wat hij de hele dag nog niet heeft gedaan, dan is ook deze race voor hem. En dan heeft Wester, komt zijn achterblijver tegen in de vorm van Robert Bults. Maar dat gaat allemaal helemaal goed. Die gaat keurig aan de kant, weet het gevaar. En Jan Wim gaat hem winnen. 2 uit 2, keurig gedaan in zijn eigen achtertuin. Drenthe wint in Drenthe. Jan Wim Ensing, Wester Wobbes en Bram Beelen komt nu zo'n beetje over start-finish. Wat ik zei, geldt eigenlijk ook hiervoor. Er was dat er maar 1 kunnen winnen. Sorry. Even in. Het is Giel de Haan aan de buitenkant. Ja, sorry. Briljante actie van Giel de Haan die P4 overneemt ten opzichte van Rick Terpstra. Uitkomen of het insturen van de Geert Timmerbocht aan de buitenkant zitten. Prachtig dat we dat nog even in beeld hadden. En pakt dus P4 over ten opzichte van die Rick Terpstra. Prachtige inhaalactie nog van Giel de Haan. Maar sorry dat ik je even onderbrak, maar dit was eventjes heel mooi om even in beeld te nemen en dat nog even te laten zien. Geen probleem, René. Dat soort actie gaat altijd boven gouden hoer na afloop en terugblikkerij. Ik zou eigenlijk zeggen, er mocht ook Jan Wim mocht hier alleen maar winnen. Maar Bram Kuipers had natuurlijk die race moeten winnen, stiekem wel. Maar ja, dat zijn de ellendelingen die online race heten. Af en toe kan het fout gaan. Wie hebben wij in de chat? Ja, het is Bram weer. Bram weer. Die eventjes wegviel. Terwijl Ger Heuts met nog wat kunst en vliegwerk over start-finish gaat, verloor de auto bij het uitkomen van de Geert Timmerbocht. En hebben we volgens mij iedereen over de streep, is iedereen binnengekomen en hebben we uiteindelijk 12 finishers gehad.
En ja, waarvan misschien wel de belangrijkste uitvaller Bram Kuipers is, die vanaf de leiding, ja, Ivo, zoals je al zegt, is eigenlijk de morele winnaar. We had misschien wel mogen winnen. En ja, het mocht niet zo zijn. Dat is het drama wat we hier dan in Assen hebben. Geen geplofte motor, zoals we vorige week zagen, maar simpelweg een internetverbinding die eventjes tegenwerkte. Iets minder user joined your channel, maar het is wel zo het geval. Hebben we Wilco Smit in... is dat Wilco Smit? Ja, Wilco hebben we in ons kanaal zitten. Wilco, hoe verliep jouw sprintrace? Ja, ons. Nog maar een keer, Wilco. Hoe ging je sprintrace? Ik hoor het nu 20 keer, geloof ik. Dan moet je misschien even je stream uitzetten. Ja, wij horen jou ook 20 keer. Uh-oh. Wel R-factor. Gaat hij nou wel beter? Nope. Dit is leuk. Nou, gaan we dus nog even terugblikken op de race die we gezien hebben. René, het was wel weer een juweeltje. Ik zit ook even met een half oog te kijken, omdat mijn R-factor vastliep. En precies op het moment dat ik dacht van nou, laten we eventjes deze race behandelen. Maar goed, we zijn er in ieder geval weer. Ja, fraaie race hebben we toch gezien hier in Assen. Met een toch altijd de spanning die er was tussen Jannie Mensing en Wester Wobbes. Zou het nog gaan lukken? Ja. Wester Wobbes die één actie probeerde te plegen om Jan Wim Mensing in te halen. User left your channel. Zorgde ervoor dat... Ja, dat Wester Wobbes echt met een fantastische drift wel de Formule 3 op de baan wist te houden. Het zag heel spectaculair uit, maar was eigenlijk misschien wel het moment waardoor het uiteindelijk niet meer lukte voor Wobbes. Wel een nette tweede positie. En was gewoon erg snel. Twee keer een tweede positie, twee keer een derde positie voor Bram Beelen en twee keer de overwinning voor Jan Wim Ensing. En hij is dus duidelijk de overwinner van User deze joined avond. Your channel. Ja, we hebben nog altijd mensen die graag even een zegje willen doen. Hopelijk werkt alles nu wel beter. Laten we eens beginnen. Wilco, jij startte vanaf pole position. Duurde niet heel lang. Nee, ik stond op pole position en ik zit altijd met de camera boven de air duct. Dus zeg maar de hoed wat je ziet. En daarmee kon ik eigenlijk niet het licht zien. Om een andere stand zetten en daardoor vooral dan ik eigenlijk mijn start, waardoor iemand van de vijfde plaats geloof ik gelijk naar de eerste plaats verhuisde, Bram Kuipers geloof ik. Dus, ja, klopt ja. Ik heb nog wel leuke persjes gehad onderweg, hele heftige toch wel en ik heb het wel weer helemaal naar mijn zin gehad vanavond dus. Nou, dat is toch altijd het allerbelangrijkste in het racen zo, als je het maar een beetje leuk hebt. En of je dan wint of niet, dat maakt allemaal dan opeens niet zo heel veel uit. Dat zeg ik nou wel, Bram, maar dat is voor jou misschien een beetje anders. Ja, het is lastig. Ik kan hem, ja, zoals Wilco zei, een tegelijk goede start. En bij de eerste bocht zat ik tussen Wilco en weet even niet meer wie die ander was. Maar gelukkig remde zij vrij vroeg af, waardoor ik de eerste bocht als eerste doorkom. En de eerste ronde al anderhalve seconde kon pakken en zoveel mogelijk tijd proberen te pakken voordat de snellere, als het ware, tweede en derde plek kwam. Alleen was er al na de twee rondes of zo, was hier Jan Wim Ensink al op de tweede plaats. En toen zag ik dat Wester achter hem zat, dus ik wist dat hij wel moeite had om weg te komen. En, Ja, dat merkte ik ook dat het ook zo was. Alleen toen viel het internet weg. Met nog, wat is het, 5 minuten te gaan of zo. Geen idee waar het aan kan liggen? Ik heb helemaal geen idee. Ik heb de laatste tijd van het internet eigenlijk totaal niet meer weg. We hadden daar vroeger wel eens wat problemen mee, maar nu eigenlijk niet. Dus ik ga het dadelijk eens even uitzoeken of er hier iemand een boosdoener is. Maar het blijft een shit. Even tussendoor, ja. Ik heb namelijk ook eerste race, einde van de eerste race, kreeg ik ook ineens bureaublad. Heb ik eigenlijk nog nooit gehad, dus wat er aan de hand is.
Ja, bij mij. Ja, ik heb nog nooit last gehad van een connection loss. Dus ik weet niet. Gewoon een kwestie van pech, ben ik bang. Maar ja, goed, je hebt gewoon uitstekend gereden. Bram, we hebben het allemaal kunnen zien. Je had deze race gewoon in de pocket. En je hebt mazzel dat er geen punten vergeven worden. Als in niet echt van echt kampioenschap. Dus dan. Precies. Nee, gewoon leuk. Heb je gewoon lol gehad. En dan, ja, daarom. Heb ik al wat te vertellen op het werk. Precies. Kan je morgen in ieder geval zeggen dat je gestorven bent in het harnas. Dus dat ja. Ik wil eventjes mededelen dat ik er helemaal niks van gehoord heb. En dat komt waarschijnlijk omdat de hel hier losbrak boven mij terecht. Want het was een hagelstorm en alles regen, weet ik veel wat. En aangezien het geluid erg zacht staat, omdat dat aangezien dat dan het geluid heel overstemd binnenkomt, heb ik helemaal niks van dit interview gehoord. En waarschijnlijk hoorden de mensen op de livestream ook van, wat gebeurt er allemaal? Nou, het was gewoon een enorme onweersbui of een regenbui. Nu lijkt het weer wat droger te zijn. Maar Ivo, ik denk dat het misschien verstandig is om te gaan af te sluiten. We hebben race 1 als een. Ja, we gaan er een eind aan breien. Wat zeg je? Ik zei, we gaan er een eind aan breien. Dat lijkt mij een goed plan. Yes. Ik zeg, jongens, bedankt voor het kijken. We hebben twee fraaie races gezien op het circuit van Assen met Jan-Wim Ensing. Die tot 2 maal toe de snelste was. In race 1 was het erg overtuigend. En in race 2, ja, eigenlijk ook wel. Omdat hij de hele race de druk van Westerwobbers van zich af kon houden. Is hij de morele winnaar van race nummer 2? Nee, want dat is Bram Kuipers. Hij reed aan de leiding met nog een ronde of 3-4 te gaan. Toen opeens zijn internetverbinding verbroken was. Volgende week zijn we er weer met de Japanse Formule 3. Zijn we op het circuit van Zolder. En hopen we weer twee fraaie races te zien. Ivo? Yes. Nou, als het een beetje leek op wat we vanavond hebben gezien, is er volgens mij geen enkele reden tot zorgen. René, bedankt. Iedereen die gekeken heeft, bedankt. Iedereen die gaat kijken, bedankt. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bedankt. Hoi, hoi.